Welkom bij ANVR-TV. We gaan het even hebben over Skyscanner, die veroordeeld is door de reclamecodecommissie en ook de uitspraak die bevestigd is door de Stichting Reclamecode. Frank, welkom. Ja. Skyscanner, wat deed hij verkeerd? Ja. Nou, allereerst zijn wij geen politieagent. Hè? En nee. We hebben ook helemaal niks tegen Skyscanner. Dat is gewoon een prachtig medium. Maar wel, moet wel een bedrijf zijn dat zich ook aan de regels houdt. En nou, we hebben dat doen we regelmatig, dan checken we hoe dat dan zit. En we hebben geconstateerd dat Skyscanner zich niet aan de regels van de reclamecode houdt. En dat hebben we voorgelegd aan de reclamecodecommissie. Die hebben Skyscanner in eerste instantie veroordeeld. En vervolgens is Skyscanner in hoger beroep gegaan. En die hebben dat oordeel... Ze waren het er niet mee eens? Nee, ze waren het er niet mee eens. En dat mag, hè, dat kan. Ja. Maar uiteindelijk heeft ook zeg maar het hoger beroep aangegeven dat Skyscanner gewoon niet goed doet. En opgedragen om zijn leven te beteren. Waar staat met name de fout in? Wat is nu het geval? En dat is het belangrijke van die uitspraak. Het is niet één van de vele bedrijven die zich niet aan de regels houdt. Mm-hmm. Hè? Die zijn er meerdere. En die, ja, daar zullen we ook op letten. Dat dat in het kader van het level playing field ook goed gebeurt. Dat is de afspraak die we ook hebben gemaakt met een autoriteit consumentenmarkt en met de reclamecodecommissie. Maar wat belangrijk is nu, is dat Skyscanner is geen aanbieder van reizen. Het is een vergelijkingssite. Ja. En het is eigenlijk voor het eerst dat er nu ook een vergelijkingssite is veroordeeld omdat ze zich niet aan die reclamecodecommissie houden. Dat is duidelijk, dat is echt een aanvulling op de bestaande uitspraken. En voor ons dus wel heel belangrijk. Dat betekent dus als je een vergelijkingssite hebt, je dan ook onder alle bepalingen ten aanzien van vinkjes uit, vinkjes aan, ten aanzien van verdachte kosten en dat soort zaken, moet je gewoon aan de regelgeving voldoen. En dan kan je niet verschuilen als prijsvergelijker, verschuilen achter het feit van ja, maar je krijgt die gegevens van een derde en daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat geldt dus niet. Nee, vooral omdat ze eigenlijk heel breed bezig zijn. Het is niet alleen maar een platform, zoals bijvoorbeeld een marktplaats, maar ze zijn heel breed bezig. Ja. Nee, marktplaats is totaal anders, want die vergelijken niet. Hè. Nee. Dit gaat puur om een vergelijkingssite. Die worden gevoed door derden, hè. Die krijgen een aanbiedingen van andere partijen. En het feit dat ze dus alleen maar, zeggen ze, het platform zijn en vervolgens dat op de site aangeven, dat is geen reden om niet onder die regeling te vallen. Je valt, als je prijsvergelijker bent, onder dezelfde regelgeving als dat je reisaanbieder bent. Dat is echt een andere een uitbreiding van dus dat van is ook de echt heel belangrijk voor deze uitspraak is echt heel belangrijk. Wij vinden dat heel belangrijk. Ja. En nogmaals, niet om nou een politieagent te spelen, want we staan open voor alle nieuwe initiatieven in de reisbranche, maar het moet wel op basis van en level playing field en ik vind ook dat ze zich moeten houden aan het meer transparant maken van prijzen en aanbiedingen op sites en in advertenties. En daar gelden dezelfde regels voor. Ja. Dus ik ben blij met die uitspraak. Prima, we gaan kijken hoe dat doorwerkt zeg maar in de branche. Ja.